Heb jij ook zo'n zin in wat ontspanning? Dan is het nu tijd voor leestijd. Hoi allemaal. Het boek dat ik heb uitgekozen om voor jullie voor te lezen gaat over een man met, naar mijn idee, de allermooiste kleuroog van de hele wereld. Namelijk zeegroene ogen. En de titel van het boek is De man met de zeegroene ogen. En is geschreven door Koos Meindert en Sanne Telo. En het schijnt best wel een beetje een spannend boek te zijn, want hij gaat op zoek naar een schat. Eens kijken. De man met de zeegroene ogen. Op de grens van water en land woonde eens een man met zeegroene ogen, die lang geleden was aangespoeld op het strand, waar hij van drijfhout een prachtig huis had gebouwd. Hij leefde van de wind en van wat de golven hem gaven. Nu eens een stuk touw, dan weer een schoen of een slipper, een reddingsboei, een tros bananen, een emmer of een kokosnoot. Ja, heeft hij een tros bananen opgevist. Wauw, gaan we door. Elke avond voor hij ging slapen, keek hij vanuit zijn hangmat door een gat in het dak naar de sterren. En luisterde hij naar het krijsen van de meeuwen, het fluiten van de wind en het zingen van de zee. De man met de zeegroene ogen zou er nog altijd hebben gewoond als er niet op een dag een fles was aangespoeld met een landkaart waarop stond: zoek de schat. Een schat. Wat moest hij nou met een schat? Hij had alles al. Hij legde de landkaart opzij en kroop in zijn hangmat om net als alle andere dagen door het gat in het dak naar de sterren te kijken tot hij in slaap viel. Maar midden in de nacht schrok de man met de zeegroene ogen wakker van een fluisterend zinnetje dat als een treintje onafgebroken rondjes reed in zijn hoofd. Zoek de schat, zoek de schat, zoek de schat, zoek de schat, zoek de schat. De man hoorde het zinnetje in het krijsen van de meeuwen, het fluiten van de wind en het zingen van de zee. Zoek de schat, zoek de schat. Gek werd hij ervan en op een dag besloot hij aan het zinnetje gehoor te geven. Hij brak zijn huis af, bouwde een schip van de planken en noemde het De Hoop en liet het varen. Kijk wat een mooi schip hij heeft gebouwd. Heel groot. Het schip De Hoop. Overdag voer hij op de zon, 's avonds op de sterren en na 7 dagen bereikte het schip een eiland. Waar de man werd opgewacht door een vrouw. Ze ging hem voor naar haar huis, waar de tafel gedekt stond voor 2. Daar komt hij aan, de zon op de achtergrond. En hier de mevrouw, die staat te wachten met een gezellige papegaai ernaast. Wauw. Het eten, de wijn en de lange zeereis hadden de man moe en slaperig gemaakt. En hij verlangde naar zijn hangmat in de kajuit van zijn schip. Maar daar wilde de vrouw niets van weten. Ze liet hem de logeerkamer zien aan de voorkant van het huis. Mooi, zei de man. Dus je blijft? Vroeg de vrouw. En de man knikte. Ik blijf tot ik de schat heb gevonden. Kijk eens hoe prachtig. Wat een mooie tuin. En hier een tafeltje waar ze lekker gaan eten. Nou, het ziet er wel heel gezellig uit. Met al die prachtige bloemen. Meteen de volgende dag ging hij in alle vroegte op zoek. Zo gul als de zee altijd voor hem was geweest, zo gierig leek het land. Na 1 dag lang graven en spitten, keerde hij met lege handen thuis op een paar oude potscherven na. Morgen beter, zei de vrouw. En je moet maar zo denken, je weet nu in ieder geval waar de schat niet ligt. Ook de volgende dag en de dagen daarop bestond de oogst van zijn zoektocht uit slechts een handjevol scherven. De vrouw vond ze allemaal even prachtig, spoelde het zand eraf en gaf ze een mooi plekje in huis. Kijk eens, hier zie je hoe mooi. Hij vindt een mooi bootje. En de mevrouw is er heel blij mee. Maar hij kan niks vinden.
Een jaar verstreek en nog altijd had de man de schat niet gevonden. Scherven des te meer. En al gauw lag het hele huis er vol mee. Op het laatst wist de vrouw nauwelijks nog waar ze ze moest laten. Kijk eens, overal gaten gegraven. Nou, de man ziet er niet zo vrolijk uit, hè? Nee. En juist toen de man het zoeken wilde opgeven, groef hij een mooie houten kist op. Vlak bij het huis nog wel. Zijn hart maakte een sprongetje. Hij had de schat gevonden, eindelijk. De man met de zeegroene ogen wilde het deksel openmaken. Toen hij opeens moest terugdenken aan wat hij destijds tegen de vrouw had gezegd. Ik blijf tot ik de schat gevonden heb. Kijk, hier heeft hij de schat denk ik gevonden. Op een mooie heuvel met prachtig uitzicht op de zee en de krijzende meeuw eromheen. Hij zuchtte, nam plaats op de kist en keek uit over de zee. In gedachten zag hij zichzelf van het eiland wegvaren. Uitgezwaaid door de vrouw op de plek waar zij hem lang geleden had opgewacht en hartelijk welkom had geheten. Een poosje bleef hij zwijgend zitten toen er vanuit zee een wind opstak die hem iets in zijn oor fluisterde. Een schat moet je vinden, fluisterde de wind. Een geheim moet je bewaren. De man met de zeegroene ogen sprong overeind en gaf de kist terug aan de aarde. Hij liep de heuvel af naar zijn schip, brak het af en bouwde van de planken een prachtig houten gebouw. Hij werkte door tot diep in de nacht en toen de zon aarzelend boven de rotsen uitklom, maakte hij de vrouw wakker en liet hij haar zien wat hij had gemaakt. Wat mooi, zei de vrouw. Voor jou, zei de man. Een museum voor je scherven. En terwijl de vrouw begon met het inrichten van het scherfenmuseum. Hier denk ik ergens. En toen de vrouw begon met inrichten van het scherfenmuseum, maakte de man met de zeegroene ogen van de planken die hij over had een bankje om er die avond en alle avonden die volgden samen naar de sterren te kijken en te luisteren naar het krijsen van de meeuwen, het fluiten van de wind en het zingen van de zee. Kijk, hier zitten ze op het bankje, kijkend naar de sterren, luisterend naar de wind en de zee en naar de krijsende meeuwen.